gonna break me, Elias? So the legend goes. Come on, Dad. You don't honestly believe that story's true. Yeah, I do. Elk jaar komt er een nieuwe Call of Duty en 2013 is dan ook geen uitzondering. Dit nieuwe deel heet Ghost en smijt zijn zo'n spektakel waar zelfs Michael Bay jaloers op kan worden. Zeg je schrap, want de singleplayer geeft je geen tijd om aan te halen. De singleplayer van Call of Duty Ghosts geeft je inderdaad geen moment van rust. Al vrijwel direct breekt er een gigantische oorlog uit. What the hell is going on? Het is aan jou om gezamenlijk met je team het land te behoeden van verdere vernietiging. Dit doe je zowel ter land, onder water, in de lucht en, jawel, zelfs in de ruimte. Al schietend is Ghosts een race tegen de klok en jaag je op een oude bekende die verantwoordelijk is voor de allesvernietigende aanval. You're awake. Good. Om dit doel te bereiken ben je uiteraard voorzien van een arsenaal aan wapens. Zoveel zelfs dat je zelden kogels tekort komt. Het doel mag duidelijk zijn. Je hebt dus een reeks wapens en het is aan jou om de vijand neer te maaien. Makkelijker kan niet gemaakt worden. Gewoon knallen dus. Maar dit doe je niet alleen. Je hebt je teamgenoten en de Duitse herder Ryan. Nieuw in Call of Duty is de trouwe herdershond Riley. Riley is in diverse missies niet alleen een volwaardig teamgenoot, maar is ook zelf te besturen. Handig om gebieden te verkennen of om vijanden uit te schakelen. Tijdens vuurgevechten kan Riley eveneens gecommandeerd worden om tegenstanders aan te vallen. Op deze manier kan jij al schietend verder terwijl Riley schuilende belagers opjaagt. Sorry boy, your job's done. You're going with Merrick. Oké, Riley is niet altijd aanwezig, maar hij is een leuke korte toevoeging tot het spel. Wat niet kort is, is de multiplayer. Dat mag dan ook niet, want deze is ongekend populair in de Call of Duty-reeks. Onmisbaar dus. Toch is hij wel flink aangesleuteld. De vraag is het wel beter? Een Call of Duty-game is niet compleet zonder multiplayer. Ook in Ghosts is deze mode aanwezig met een reeks vernieuwingen. Nieuw is de toevoeging van dynamische maps, waardoor de spelwereld al schietend beïnvloed kan worden. Naast deze maps introduceert Ghosts drie nieuwe spelmodi, waaronder Search en Rescue. In deze gametype kan je gevallen teamgenoten redden door hun dogtags op te rapen voordat de tegenstander dit doet. Tot slot is het mogelijk om het op te nemen tegen hordes aan buitenaards gespuis. Jawel, aliens. De Extinction Mode vervangt hiermee de jacht op zombies. Met alle nieuwe toevoegingen verdwijnen er ook enkele onderdelen geliefd bij de doorgewinterde spelers. Hierdoor verdwijnt voor een groot deel het harde competitieve karakter waarom het vorige deel, Call of Duty Black Ops 2, bekend stond. Maar dit maakt het voor veel spelers niet minder leuk. Integendeel. Dus de multiplayer steekt goed in elkaar. Maar voor de doorgewinterde spelers zal het toch even wennen zijn. Zo is League Play helemaal verdwenen en kan je potjes ook niet meer opnemen. Zeker voor de competitieve spelers zal dit balen zijn. Call of Duty Ghosts is een typisch Call of Duty. De singleplayer bestaat uit hele korte stukjes en duurt relatief niet heel erg lang. Maar de multiplayer, daar gaat het allemaal om. Zelf was ik heel erg fan van Black Ops 2 multiplayer, maar ik denk dat dankzij de nieuwe modi toch wel heel veel uurtjes in de multiplayer van Ghosts